5, 4, 3, 2, 1. En we zijn weg. Veel succes jongens, bon chance à tous. Veel geluk mannen. In dit Belgisch kampioenschap 2023 voor heren juniores. Dus Duarte Marevoet-Scholies, dat is de enige man aan de leiding nog. Het peloton dat volgt op 26 seconden. 26 seconden, 15 seconden. De 7 achtervolgers en dan ook uiteraard het peloton. En de 6 krijgen daar aansluiting. Ja, 12 renners aan de leiding. We krijgen weer een breuk in de kopgroep. We houden er dus vooraan 6 over. Met Mauro Kuilitz, Jarno Wiedar. En dan zal vooraan ook Duarte Marevoet-Scholiers overblijven. En ik heb de indruk dat er daar een aantal zijn die terugkeren naar de kopgroep. En het is een mooie wedstrijd om te zien, een mooie wedstrijd om te volgen. Wisselende situaties. Op een goede 10 kilometer van het einde zijn we. Maar er gaan nieuwe aanvallen gebeuren. Weer om eentje van Akroch Tormas. Achter de drie koplopers het compacte peloton. Zijn de podiumplaatsen voor weg? Dat ziet er naar uit. Mag niet stilvallen natuurlijk. Het is wel een bedrieglijk beeld. Het wordt een zij-aan-zij. Wie wordt de Belgische kampioen? Wie wordt de Belgische kampioen? Ja. Jarno Wiedar! Voor Driessen en Mauro Kuilitz. Op een moment zei ik me op kop en ik begin redelijk hard te rijden. En ik zag dat er scheurtjes waren en toen sloot ik om door te trekken. En we rijden met 10 man uit het peloton weg in de achtervolging tot 6 koplopers. In de laatste ronde konden we gelukkig met 3 man wegrijden. Ik wou absoluut niet van kop beginnen, dus ik had geluk dat Mauro van 800 meter aanging. Allee, zo is versnelde. Dus ik had er wel geluk mee dat ik in derde positie kwam te zitten. Jarno